Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. President Santokki pleit op COP28 voor behoud, bos en biodiversiteit. Diversificatie-economie cruciaal in verminderen uitstoot. President Santokki breekt lans voor G77-groep en boeren van Wanica wisselen kennis uit over cassaveteelt. Het staatshoofd heeft vervolgens in een vraaggesprek na zijn toespraak de nadruk gelegd op diversificatie van de economie. Dit is van eminent belang voor het verminderen van de uitstoot en daarmee het tegengaan van klimaatverandering. President Santokki zegt dat vooral de agrarische productie en het toerisme ter hand genomen moeten worden. Die vervuilers zijn buiten ons land. Die vervuilers zijn buiten Caribisch gebied. Maar die gevolgen van die uizen voelen we hier. En dat is eigenlijk een van de zaken waar wij als kleine landen hebben opgeroepen. Ga niet alleen komen met adaptatie, aanpassing. En buitendien, als je komt, wie moet dat betalen? Ga maar naar een dorp in het binnenland, als je het verplaatst naar hoge gebieden. Hoeveel dat gaat kosten aan verhuizing, aan aanpassing, aan nieuwe agrarische producten, aan nieuwe waterverkeer, aan nieuwe waterbronnen. Dat gaat enorm veel kosten. Wij zeggen, wereld, kom met geld. Dat geld is er. Meer dan 100 miljard. Maar is niet toegankelijk. Maak het makkelijker. Laat het geld toegankelijker worden. Maar tegelijkertijd creëer een ander bron. Zodat we de schade die ontstaat, daarmee ons schade kunnen herstellen. Dat is loss and damage. En dat is eerder goedgekeurd. En op deze COP28-conferentie is het inhoud aangegeven. Je ziet hoeveel landen gelden beginnen te storten. In loss and damage. En dat is belangrijk. Maar geld storten is nog niet alles. Je moet zorg dragen dat die landen geholpen worden die op dit moment bedreigd worden door die uitstoot. Dus voor grote landen is het een enorm probleem om enerzijds die industriële ontwikkeling terug te dringen. En daarvoor is een tijdlijn aangegeven. Maar omdat deze landen op een onverantwoorde wijze zijn omgegaan met hun oil en gas, als wij niet oppassen, worden wij nu daarvan een slachtoffer. Van, hé, jij mag ook geen oil en gas. En dat is mijn boodschap geweest. Wij zijn carbon negatief, maar hebben 40 jaar oil production. We hebben bijna 100 jaar bauxietindustrie gehad. En we hebben nog zoveel andere industrieën. Goudmijn, binnenkort weer bauxiet. En dan nog zijn we carbon negatief. Dus dat kan. Dus in feite moet je Suriname zien als voorbeeld voor de wereld. Van het kan. En ga niet de nadruk leggen slechts op uitfaseren van brandstof. We hebben gezegd, wij willen een gebalanceerde benadering. Tegelijkertijd gaan naar verantwoorde exploitatie van olie en gas en andere natuurlijke hulpbronnen. Op een milieuvriendelijke wijze. Met inachtnemen van de wereldnormen. Met toepassing van moderne technologie. En tegelijkertijd ga naar die green energy. Transitie naar green energy. Dat is wat we nu al hebben, hydro. Dat is wat we nu aan het verruimen zijn. Namelijk zonnepanelen, energie. Dat is wat we nu aan het doen zijn met planten van mangroven. Meer groen, zodat die absorptievermogen ook groter wordt van het land. Maar tegelijkertijd, bedrijven die nu in feite opgezet worden, hun aansporen om te gaan naar green. Want het is niet een aangelegenheid van de overheid alleen. Het is een aangelegenheid van de overheid, van de business community, van iedereen die er is. En aan de andere kant is het namelijk zo dat je uit die inkomsten
met name kleine landen, moet gaan diversifieren. Want je weet, die oil en gas gaat opraken. Inkomsten, begint te sparen. Sparen stabilisatiefonds. Begin je economie te diversifieren. Agrarische productie, toerisme sector en nog zoveel andere sectoren. Maak een sterke overheid. Maak sterke samenleving. Zorg dat infrastructuur er is. Zorg dat veiligheid er is. Volksgezondheid er is. Onderwijs er is. Diversifieren van de economie. Maar ik heb ook gezegd dat die natuurlijke bronnen nodig zijn om welvaart te brengen voor ons volk. Laat ons volk ook mee profiteren. Ze hebben offers gebracht. Laat zij ook meeliften met deze hele ontwikkeling. En laat het niet zo zijn dat daar waar anderen vervuild hebben, nu ons land een slachtoffer van zal moeten worden. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op COP28, de 28ste editie van de VN-klimaatconferentie in Dubai, opgeroepen tot acties voor bosbehoud en behoud van biodiversiteit. Het staatshoofd heeft op zaterdag 2 december 2023 Surinames standpunt in zaken klimaatverandering kenbaar gemaakt. Hij deed andermaal een oproep tot klimaatfinanciering. Ladies and gentlemen. I'm standing here representing my country, Suriname, which is covered with 93% of rainforests, while our deforestation rate is less than 0.5%. With that comes a high quality biodiversity, which we must protect at all costs. Yes, we are a carbon sink nation and one of the only 3 carbon negative countries in the world, and we are committed to keeping it that way. For us, for you all, and the generations after us. Ladies and gentlemen, climate is a global good. The adverse impacts are felt by all, and also us, members of the Caribbean community, CARICOM. As part of the 8 Amazonian countries united in the Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTO, we are also committed to fight deforestation of the Amazon region. My country and people are forced to adapt to extreme dry and wet weather events which cause losses and damages. At the same time, we must respond to the legitimate demands of our population for economic development and diversification. This we do through a balanced approach consisting of developing the natural resources through environmental friendly strategy by sustainable forest management and active protection of biodiversity, and also by continued transition to green energy and other green innovations and technologies. The recently announced offshore oil and other economic developments in Suriname will be developed on this basis, contributing to the energy security for the world. We are committed and confident that we will remain carbon negative, and let that be very clear. And finally, ladies and gentlemen, we must put into effect climate finance that actually works and which is easily accessible for all countries and people. Moreover, financial promises must be kept. It is imperative that we continue our efforts of putting the Article 6 rulebook into practice and enhance the practical implementation of mitigation, adaptation, loss and damage, capacity building, and just transition finance. Conservation of our standing forests and biodiversity should be higher valued than reforestation. Financial methodologies accounting for removals is of utmost importance to nations like mine. Ladies and gentlemen, addressing climate issues requires political will and commitment from government and business leaders by inclusivity of everyone. In closing, let us not forget that there is only one planet, and we do not inherit the planet Earth from our ancestors, but we borrow it from our children. So let's keep in mind that the planet will continue without us.
that we humans cannot do without planet Earth. I thank you and may God bless you all. President Santokki heeft eveneens een bijdrage geleverd tijdens de G77 plus China Leadership Summit. Het staatshoofd gaf aan dat de ontwikkelingslanden op gelijke wijze de gelegenheid moeten krijgen om hun samenlevingen te ontwikkelen. Dit moeten zij kunnen doen, net zoals de ontwikkelde landen dat hebben gedaan voordat er sprake was van klimaatverandering. De summit is een voortzetting van de G77+ China-top, die in september dit jaar op Cuba heeft plaatsgevonden. De meeting was onderdeel van de COP28 en bracht de in G77 verbonden landen bijeen, samen met de Volksrepubliek China. Regeringsleiders en staatshoofden van de ontwikkelingslanden hebben in september van gedachten gewisseld over de uitdagingen van duurzame ontwikkeling. President Santokki prees in Dubai het initiatief van de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel als voorzitter van de G77+ China om de bijeenkomst voor het eerst in het kader van COP bij elkaar te roepen. Het staatshoofd zegt dat het mondiale zuiden zich consistent moet aansluiten bij de aanpak van cruciale kwesties en als zodanig zijn agenda uitstippelt. Onder leiding van het door SAMAP ondersteunde waardeketen platform Cassava en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een groep boeren en agro-ondernemers in de Cassava-teelt deelgenomen aan een boer-tot-boer kennisuitwisselingsbezoek in het district Wanica. De deelnemers wisselden ervaringen uit over de aspecten van Cassava-teelttechnieken om de productie en kwaliteit te verbeteren en het uitbreiden van netwerken. Jack Lee Afat, een cassava-producent van de SAMAP Matching Grant Facility, exploiteert in samenwerking met Martiland NV, een agrarische verwerker van cassava-producten, ongeveer 0,5 hectare cassava op Reeberg. Hij begon zijn bedrijf ruim 4 jaar geleden en heeft er geen spijt van. Lee Afat werkt ook samen met 10 cassava-telers uit het district Wanica en omgeving om aan de marktvraag te voldoen. Zijn opbrengst ligt rond de 80 ton per hectare. Alle productie wordt verkocht aan de koper. De heer Jonas van Ravenswaai van Martiland NV verwerkt de verse cassave tot geraffineerde cassaveproducten van het merk Bambino. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.